Het is nog... Jongens, we hebben een lange dag. Oh, nee, grapje, dat doen we altijd. Dat doet echt pijn. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag zetten wij de herkenbare dingen op Ponycamp op een rijtje voor jullie. We zijn namelijk vroeger heel veel op Ponycamp geweest, zowel op onze eigen manege als op een andere manege. Dat is trouwens niet waar, maar dat maakt niet uit. En we weten dat heel veel van jullie ook altijd elke zomer op Ponycamp gaan. En Ponycamp was vroeger echt fantastisch. Ik weet niet hoe jij het ervaren had. Maar Ponycamp was echt hetgene waar ik het hele jaar naar uitkeek. Ja, echt hoor. En dan ging je in januari wel inschrijven voor Ponycamp, maar ja, dan moest je nog super lang wachten. En dan was het echt super spannend op welke pony je mocht en met wie je eigenlijk op ponykamp ging. Want vaak schreef je wel in met een aantal vriendinnen, maar soms lukte dat helemaal niet omdat iedereen zelf op vakantie ging. En kwam je dus in een hele nieuwe groep waar je bij moest gaan slapen. Je komt aan op ponykamp en het eerste wat je moet doen is natuurlijk nieuwe vrienden maken. Want al je vriendinnen die zijn op vakantie en was de enige die in week 1 op ponykamp ging. Vriendinnen maken, dat doe je heel snel, hè? Helemaal als je allebei paarden leuk vindt. Mam, ik ga naar de manege. Heb je mij het brood klaargelegd? Ja, maar je ponykamp begint zo. Ik moet gaan. Ik pak wel een appeltje. Oh, waarom maak je zo'n lippen niet voor die? Ik stop Contessa. Ze hebben alleen mijn naam wel weer verkeerd. Maar ook Contessa, die is zo groot. Oh my god, zullen we de paarden pakken? Wacht, waar moeten we niet eerst wachten op de rest? Ze zijn toch onze paarden van weer? Oké. Het zijn onze paarden. Kom. Maar onze les is pas om 3 uur, dus we moeten echt nog vet lang wachten. Ja, de les begint pas om 3 uur en het is nog maar 9:30. Maar misschien kunnen we alvast gaan poetsen en een beetje gaan wandelen of zo. Dat is leuk. En dan brengen we ze daarna weer naar de bijen, want dan kunnen ze even staan. Ja, dat gaan we doen, toch? Vet goed idee, dan ga ik mijn pony ook pakken. Oh ja, Bart. Het is nog super vroeg en jij bent al bij de ponies aangekomen, want je was als eerste je bed uit door al het lawaai 's ochtends. Maar goed, je hebt super veel zin om te rijden, want de les is pas 's middags. Dus wat ga je dan doen? Natuurlijk je pony de hele ochtend poetsen. Nou, na het poetsen heb je natuurlijk nog steeds heel veel tijd over. De enige optie die je nog hebt is natuurlijk een stukje wandelen. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Crazy without you so long. Kinda quiet in my room right now without you. And I couldn't really make you stay, so what to do? I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. I'm
En als dan eindelijk het moment van de dag aangekomen is, het slapen. Dat betekent dat die ene persoon aankomt met een tas met ontzettend veel voedsel. En die het aan iedereen uitdeelt, dus je de hele avond misselijk gaat eten. Ja. Ja. Maar wij sliepen nooit op ponykamp. Het zijn niet. Jongens, jongens! Mama heeft een hele tas vol etenmiddel gewoon nodig. Kijk, mama heeft er allemaal eten meegegeven. Echt borrelnootjes. Oh, zo lekker. En allemaal veel meer eten. Kijk, het is allemaal voor ons. Tijdens het slapen maakt je beste vriendin je wakker om naar de paarden te gaan. Die ene persoon die gewoon nooit kan slapen. Die heeft de beste ideeën om 's nachts naar de paarden te sneaken. Wel verstoppen als er iemand aankomt. Ja, precies. Maatje. Maatje. Hey, maatje. Maatje. Wat? Zullen we bij de ponies kijken? Misschien liggen er wel een paar, dat is nu toch niemand. Oh ja. Dan gaan we foto's maken. Is goed, kom. Yes. Ik hou wel mijn deken aan hoor, anders ben ik naakt. Je hebt weer niks te doen, want de les is pas 's middags om 3 uur. En waar begin je mee? Stiekem in de stamholen. Rondjes rennen als niemand het ziet. When you try your best, but you don't succeed. Na de les is het natuurlijk tijd om je paard weer naar de wei te brengen. En dit doen we natuurlijk altijd zonder zadel en met een halstertje om. Lekker stappen naar de wei! Schouders, knieën, teen, knieën, teen. Oh, schouders, knieën, teen, knieën. You and I, we're always on the edge. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het voor jullie super herkenbaar was. Voor ons in ieder geval wel. We willen jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet niet even te abonneren, want dan mis je geen enkele sketch van ons. Elke zaterdag om 3:30 uploaden wij een sketch. En elke woensdag om 3:30 een nieuwe vlog of video. Ja, doeg! Doei! Doei! Hey! Max! Oh my god. Oh my god. Oh, ga terug. Ja. Oh my god. Oké. Ik heb het tegen je toch al gezien. Ja, filmen! Max! Stop er nu! Nee. Oh.
Max, pas eens op. Oké, pak snel je paas. I'm gonna put him in the pasture. No, not yet, because we need Max. Oké, yeah, it's gone wrong.